niet zo heel goed met investeringen in Nederlandse start-ups, blijkt uit het nieuwe quarterly startup report van onder meer Dutch Startup Association en TechLeap. Het, het afgelopen kwartaal ging er 425 miljoen euro in. Dat is op zich een stabiel cijfer vergeleken met de drie maanden daarvoor, maar minder vroege seed-rondes. En opvallend, weinig geld naar AI. Hoe moeten we deze cijfers verklaren en welke, al dan niet internationale ontwikkelingen, hebben er invloed? Dat bespreken we met Lucien Burum, voorzitter van de Dutch Startup Association. Welkom. Hoi, goed dat je er bent. Zeker. Minder investeringen qua aantal, fractioneel meer geld dan het vorige kwartaal. Ja, nog veel. goed, nog slecht of toch meer slecht dan goed? Ja, hoe moet je dit nu, nu duiden? Nou, dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou ja, het, uh, het verandert niet veel. Al, al heel lang uh, zitten we eigenlijk in, uh, in een soort uh, post corona dip, uh, Wat dat betreft. Mm -hmm. zou je Met zeggen. af en toe een uitschieter. Hè, Met uitschieter. Ja, maar goed, dat zijn altijd de uitzonderingen en we weten nooit wanneer ze plaatsvinden. Dus we hebben een aantal grote rondes gehad. Uh, maar daar hebben we er eigenlijk te weinig van om het bedrag heel hoog te krijgen. Uh, dus je zit eigenlijk, als dat niet gebeurt, schommel je eigenlijk altijd een beetje rond dit soort cijfers in, ja. de, in Nederland per kwartaal. Uh, en we hebben echt die grote bedragen nodig... en die kwamen doorgaans met geld uit Amerika in het verleden... Yeah. Uh, om echt uh, klappers te maken. Maar yeah. uh, nou goed, het goede nieuws... Hè, we zijn wel al na drie kwartalen uh, verder dan, uh, dan vorig jaar. Ja, yeah. uh, dus, uh, ah, bedrag... Ja, in bedrag, niet ja, in aantal. Niet in aantal, nee, maar nee. goed, daar moeten we het over hebben. Maar ja. ik wil eerst even op wat jij net zegt. Dat geld komt uit Amerika. Dat geld komt nu dus al een tijdje niet meer uit Amerika. Uh, nee, dat zit eigenlijk op een comfortabel uh, 1,5 of zo. Uh, meestal schommelt het rond dat uh, percentage. Ja. Uh, en in dat soort tijden dan, dan schiet het in één keer op hoog naar, uh, naar de 60%. Ik hoorde gisteren nog ergens uh, iemand uh, vertellen over... Ja, de buitenlandse investeringen waren ook al wat dingen over bekend. Um, dat in de defensietechnologie. Mm -hmm. uh, dat, dat daar wel dat is de, Daar komt wel meer geld uit de VS. Ja. Uh, deze maar dat hebben of. wij niet echt in Nederland, denk ik. Nee, maar dat, nou, ja, het, het, er zitten wel mogelijkheden, denk ik. Alleen het geld komt in ieder geval nog niet deze kant op. Maar het, het, het gerucht gaat uh, dat het uh, stroomt. Zeg maar. okay. Dus daar gaat er wat gebeuren. Nee. Nou, wie weet, kunnen we daar nog het laatste kwartaal mee uh, klappen, jongens. Oké, okay, ja, dat is ja, interessant om in de gaten te houden. Ik heb wel een beetje van, ja, weet je, het is uh, rond die 460 miljoen. Of, uh, 620, een beetje, dat, dat is een beetje de, de, de bandbreedte. bandbreedte. Ja, de bandbreedte maar mee. Ik, uh, waarom is, is dat niet gewoon wat Nederland is? Uh, ja, dat is een beetje hoe groot het uh, ecosysteem ja, dus... misschien op dit moment is. Maar ja, aan de andere kant, uh, het, het heeft ook wel met de markt te maken. Hè. Als er gewoon uh, meer groeigel, groeigeld is, hè, deze kant op stroom... dan zie je het ook gewoon gebeuren. Moet je wel die start-ups hier klaar hebben om die rondes op te halen? Ja, ik ja, bedoel, 2021 kunnen we allemaal goed herinneren. Uh, dat de, de, de unicorns moest je uit je achtertuin wegjagen. Ja, ja maar is het nu terecht dat, dat het zoveel is? Of vind jij een Nederlandse start-up zo goed dat eigenlijk diep in je hart zeg je van. Er zou veel meer naar Nederland moeten gaan. Want dat kan ook, hè? Dat is een hele goede gewetensvraag. Moeten we een eerlijk antwoord die gemeen, hebben. Die is gemeen. ja, um, oh ja maar het kan er nergens aan liggen. Ja, ik denk dat het dat het structureel te weinig is. En het is in echt geld. Dus ja. start-ups zijn beter dan dat er geld komt. Want die, ja. die indruk heb ik juist andersom. Dus kun je maar. Jij denkt meer... dat er meer kennis en kunde zou moeten worden. om te Ja, veel meer. Doen. Dus nah, ik het eigenlijk altijd om met de VS. Weet je wel. Dus dan, daar, daar krijgt iemand een zak geld. Uh, omdat het toevallig goed te doen Voor idee, niks. For, <laughs> voor, want joh, kunnen die het dan wel beter ja, omdat dan wij? Weet, weet je Dat het goed was. Nee, de nou, luister jongens. Ik, ik toer dus Europa rond. Hè. Dat hebben we wel eens met ja, jullie over gehad. Ja, dat weten we. En dan kom je in al die landen. En eigenlijk komt de conclusie bijna altijd. Gewoon ja, echt. Entrepreneurs genoeg die het ja. goed kunnen. En die het echt wel hadden. En het is gewoon veel meer strakker. Dus je. Ja, zou kunnen zeggen, degene die het hier overleven en, en boven het maaiveld uitkomen, zoals we hier zo mooi zeggen, dat zijn ook wel echt de hele goeie. Ja. Maar er zitten er wel ook heel veel onder die elders, Lees Amerika, gewoon wel uh, geld ophalen en ook in veel gevallen gewoon best wel veel uh, doordrukken. Maar dan, dan kijken we even naar de trendontwikkeling, hè? want uh, AI zou dan nog steeds het hype-woord zijn, maar daar zien we relatief weinig investering mee in Nederland. Nu zat in Amerika ook een beetje hit-or-miss de laatste maanden. Ja. Maar de hype lijkt dus een beetje te gaan liggen qua nieuwe bedrijven in Nederland. Nou, de, nee, de hype gaat niet liggen, dat denk ik niet. Uh, om om uh, Werner Vogels van uh, Amazon te spreken. Uh, ja, zeker. Ja, precies. Drie stappen in de marathon. Uh, zitten we nog maar. Dus dat, dat gaat nog heel lang door. Uh, nee, dat ligt niet stil. Maar het is wel in Nederland heel weinig. Hè, als we net een paar weken geleden Frankrijk achter elkaar horen met uh, zoveel honderd miljoen hier, zoveel honderd, ja. 500 maar miljoen. Maar is dat dan wat de Franse overheid aan het aanjagen is? Want ze ja. hebben Mistral AI en ze willen het mee en Macron ziet het belangrijk. Zeker. Macron nodigt hoop uit. Hè, bedrijven ja. zoals uit verhuizen zelfs vanuit de VS naar Frankrijk. Zit, maar goed, daar uh, zit dus de, de, de industriepolitiek achter die we ja. in Nederland niet hebben. Ja, als als je dus AI heel belangrijk vindt uh, in Nederland... dan uh, geeft dat inderdaad in de cijfers totaal niet weer nu. Uh, nee. Dus er wordt te weinig geïnvesteerd. Dus vorige keer hadden we nog uh, Accelera AI met, met uh, pff, wat was dat? 68 miljoen. Ja, uh, dat was natuurlijk... Uh, 120 met ja, meter bij elkaar. Ja, ja precies. Uh, behoorlijk bedrag. Dat uh, hebben we dit keer niet gezien. En als we totaal kijken naar een stuk of 13, 14 uh, investeringen... het afgelopen kwartaal, de meeste allemaal kleine bedragen... Ja. met enkele uitschieters van, van 10, Nou ja, maar, maar laten we dan de grootste even uitleggen. 135 miljoen voor nieuwvuld Instruments met ja. een meettechnologie... Ja. Waar bijvoorbeeld, ASML heel blij van worden. Lekker. Dat is dan wel weer interessant, maar dat is dus deep tech. En daar horen we vaak van: ja, dat kunnen we best aardig in Nederland. Ja, maar daar geven we ook geld aan uit. Dat vinden we blijkbaar wel belangrijk. Ja. Dus InvestNL investeert natuurlijk ook veel in deep tech. Uh, ja. En dat is toch echt wel een groot deel van, van de som geld. Ja, dus dat, dat deel stroom... loopt en blijft lopen? Ja, en dat is natuurlijk op zich wel goed. Ik denk als je dat weghaalt en de ROMS, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen... spelen ook een belangrijke rol in Nederland. zijn bij heel veel deals betrokken. Um, dus die kunnen ook wel wat zeggen over he, hoe goed het gaat met Nederland. Maar in principe zouden die partijen moeten investeren bij wat ze zeggen marktfalen. Dus als de markt het niet doet, uh, dan, uh, dan, dan springen wij in. Uh, nou, soms Waar goed, soms zie je een goed de marktfalen? Uh, ik zie aan, de, als ik, uh, nou ja, aan twee kanten. Dus in heel Europa zeg je... Het echte groeigeld. Dus het doorstoten van een redelijke bewezen start-up. We doen het heel goed en we gaan hard groeien. Er moet heel veel geld bij om gewoon de wereld te veroveren. Dat, dat niveau. Dus die serie C, D, echt een hele grote ronde. Ja, maar dat gaan die lokale partijen, die, die, die bommen. Die, dat, ja, dat gaan die lokale partijen toch niet doen. En nee, die gaan dat niet doen. Nee. Maar dat is één kant het wel. Dat hebben we bijna nergens in Europa. Daarom nee. is dat hele verhaal met die pensioenfondsen en, en institutionele beleggers zo belangrijk. Dat die fondsen gaan versterken. Ja, en dat, dat is gaat één kant dus wat je nog je niet hard hoort. genoeg. Dat gaat nog niet hard genoeg. Daar is van de week natuurlijk wel wat nieuws uitgekomen met InvestNL, die uh, zeggen het is allemaal nog prematuur, maar ja. daar gaat die, die 1 miljard die vrijgekomen is, dus gaan we een deel van uh, 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 voor dingen als garantstellingen gebruiken. En, uh, en uh, waardoor de pensioenfonds eigenlijk wat ja. aantrekkelijker wordt. Dus een klein voor beetje olie in de machine. Ja, dat, dat verhoogt hij. Maar het, ja, ik wil niet zeggen dat het niets is, maar het is ook niet genoeg. Nee. Um, Hoeveel zouden dan moeten komen? Ja, nou, ja, kijk uh, op voor echte groeifondsen, die, die, die zijn niet uh, 100 miljoen, 200 miljoen, die zijn honderden miljoenen. Dus ja, niet, miljarden. ja, um, En... Um, uh, en even terug naar het de andere probleem. Ja. Ja, ja. Marktfalen is, is daadwerkelijk het meest toch wel echt aan de onderkant. Hè? Dus het komt er gewoon niet boven het maaiveld uit. Dus die, uh, wat je ziet, uh, waar we een beetje van schrokken... Hè? Wat, je, wat je in het begin zei, Joe, was het aantal investeringen het daalt heel hard. Ja. Uh, gezien met, uh, vergeleken met vorig jaar is het echt significant. En dat is opvallend. Ik denk, waar zit het nou in? We hebben even naar cijfers gekeken, ook met, met de, uh, alle partijen en consortia... die ook al die data hebben. Uh, wat meer detail dus. En dan zie je eigenlijk dat aan de venture capital fondsenkant het eigenlijk... Redelijk stabiel blijft, hè. die nemen niet heel erg af. Dus de enige conclusie die je dan kan trekken is angel investeringen. Dus de ja. hele vroege investeringen, en dat zie je ook in het van geld. Het overal een beetje proberen. Eh, Pizzageld wil ik niet zeggen, maar hè, dat, is, dat is oneerbiedig. Maar de, want hm. de kleine rondes doen de auto. Dus je hebt een aantal pre seed fondsen. En je hebt ook een aantal angels die, die in, in die uh, uh, kleinere bedragen, relatief kleinere bedragen zitten. Uh, en dat lijkt dus wel af Wat te is nemen. Je verklaring? Op, je. Wat is je verklaring daarvoor? Ja, dat, dat moet iets met de marktomstandigheden in de wereld. Uh, dat gewoon hebben. de onzekerheid en ja, onwijs omhoog dus Ja, maar ook ik, ja, maar oorlogen, dan, dan stop je daarin dus. En, en niet in. Dus men, men, mensen stoppen ja. liever liever geld in de beurs. En, en, ja, ja, en obligaties horen we ook vaak. Ik, dan... ik weet het niet, jongens. Ik zou het nee. graag willen weten. Maar je hoort dit... het ook niet. Bijvoorbeeld, jullie hebben deze week een toelichting gehad. Je hebt mensen bij elkaar. Dan hoor je niet de tijd bij de borrel van. Nou ja, maar daarom doe ik het nu even niet. Uh, nee, de angelkant is, uh, is wat dat betreft uh, te ondoorzichtig. En te gefragmenteerd in Nederland. We, we, we zouden toch heel graag. Ik heb, ik heb heel vaak voorgesteld: hè, die, die belastingregel van geef nou een klein beetje korting. Als je in start-ups investeert, hè, in privé. Ja, een beetje uh, faciliteiten. Uh, nou, ja, zoals in Engeland is het de helft. Hè, dus wel 50% ja. procent, uh, aftrekken. Maar uh, bedoel, doe, dat hoeft niet eens. Maar als je maar een klein deeltje zou doen, als dat zou mogen, als dat zou kunnen van de Belastingdienst. Ja. Uh, dan heb je wel meteen een heel bestand van wie dat doet. Ja. Ja, en dan wordt het eigenlijk interessant. En dan kunnen ze gaan kijken hoe we dat nog verder kunnen verbeteren. Maar dat is wel een, het is een heel belangrijk ding dat daar wat aan gaat gebeuren. Ja. Ik wil even naar de andere kant van de grote plas. Want over een maandje of wat hebben we een nieuwe president van de Verenigde Staten. Echt waar? Nou, dat is wel de bedoeling. Maar in elk geval, uh, nou, dan is het heel interessant om te zien wat er gebeurt met de investeerderswereld. Hè? Nou, ook juist kijk naar de VC's in Amerika. Ik zie verdeeldheid. Want voor maart tegen investeerde Andreessen Horowitz, die we vaak ook aanhalen in dit programma. Ja? Schaarden zich eerst opeens achter Trump, kreeg een backlash. Nu kruipen ze weer naar Kamala Harris toe. Ja. Andere VC's die. Per definitie een van de twee. Weet je, de Peter is altijd Trump, maar de meer progressieve van Net, LinkedIn en Netflix, die zitten wel weer achter Harris. Wat voor invloed heeft dat op hier, of zeg je dat speelt daar, hebben wij geen boodschap aan? Uh, ja, het is grappig. Ik heb deze vraag gisteren gesteld bij de bijeenkomst waar we de cijfers uh, presenteerden met en. alle founders en investeerders erbij. Ja. Dat was heel grappig. Je zag toch een plukje Trump. Zeg je een plukje oh, Trump? Ja, anders. Ja, hoor. Oh. Uh, en, maar ik, is... heb wel, ik heb wel gezegd, je hoeft geen Trump-aanhanger te zijn, maar puur voor start-ups en investeringen. Ja, maar dat wil ik weten. Ja, ja, exact. Wat is maar een paar zeggen, nou, het is toch wel een beetje van, nou, het is gaat wel eens meer voor de markt, minder bemoeienis. Hij gaat waarschijnlijk wat uh, dingen beschermen en zo. Maar ja, dan kun je er wel concluderen dat is dus goed voor Amerikaanse start-ups. Uh, en misschien niet zo goed voor ons. Hè. Voor ons doet het er eigenlijk niet toe. Uh, de, ja, de andere kant. Hè, want wat Harris heeft ook nog wel vorige maand een, een, een start-up korting. Maar dat is toch meer een meer kleinbedrijf korting uh, erin gegooid uh, in het programma. Uh, om daar wat, uh, wat aantrekkelijker, aantrekkelijker in te lijken. Maar of het nou echt uitmaakt, weten we niet. Onze conclusie is eigenlijk een beetje zoals we het altijd zegt. Ik kan met beide werken. <laughs> Weet je wel, maar. Maar hier in Europa moeten we het zelf doen. En het feit dat we gewoon toch weer kijken. Naar nou, Amerika. We zitten ja. met alles te kijken. Dat, dat Vondeleien weer in dienst rad, uh, laatst. Ja. Heb, niemand heeft mij gevraagd. Heeft dat dan meer? Denk jij van? dat het goed is voor start-ups? Nou ja, wat heeft daar de impact van? Nou. nou, ze heeft daadwerkelijk een aantal dingen nu eens een keer neergezet. Uh, van, uh, dat voor start-ups uh, beter kunnen worden. Bijvoorbeeld, opschalen Europa is een crime, jongens. Het is 26 keer. Hè. Moet je van land naar land naar andere cultuur, andere taal, andere, taal, andere regels, et cetera. Andere wetgeving. Uh, er komt waarschijnlijk, uh, althans, voorstellen. Uh, gaat het richting een idee voor een eigen entiteit uh, voor start-ups die in heel Europa eigenlijk geldt? Zodat ze in één keer in alle lidstaten aan de bak kunnen. Ja, en dat is een soort, uh, ze noemen dat het, het 28e regime, het 28e land eigenlijk. Mm -hmm. uh, dat betekent eigenlijk dat je een soort parallele wetgeving hebt. Ja, vraag me niet de details, oh. jongens. Oh, ja, conceptueel het is, is het interessant in ieder geval. Ja, conceptueel, interessant, uh, is ook bezig met de kapitaalmarktunie. Er moet toch eens een keer een echte techbeurs in Europa komen. Ze gaat ook kijken of het makkelijker wordt hè, voor vermogensbeheerders om over de grenzen uh, te blijven. Er zitten heel veel problemen die weggehaald moeten worden in Europa, maar niemand vroeg me dat. Iedereen maakt zich zorgen over wat Trump en, en Harris in Amerika aan het doen zijn, maar misschien maakt het niet zoveel uit voor Europa. Misschien wordt het tijd dat we een keer zelf dingen gaan doen. Ja, maar oké. Okay. En vertaal dat nog eventjes in een, in een appel dan? Ja, nou, het appel is simpel. Uh, weet je, wel, het is een beetje een soort schoorsteen. Hè? Als je die goed schoonmaakt, uh, dan trekt die lekker door. Dus de exit aan de bovenkant, dat moet gewoon geregeld worden. Je moet goede exits in Europa hebben. We hebben eigenlijk alleen maar Spotify gehad, die heel groot was, in de top 10 zat. Ja. En die was in Amerika, in New York. Uh, dus niet eens hier. Uh, dus daar hebben we veel te weinig van en niet groot genoeg. Dus de exits moeten ook weer gaan lopen. Dat is heel goed voor de hele, hele markt. Dan heb je gewoon funding. Wat ik zei, dat groeigeld is er gewoon te weinig. Dus die pensioenfondsen moeten meegedoen. En het derde is dit, dit stuk over wat wij noemen cross-border scaling. Is elke keer die grens overgaan. Tot nog toe zeggen we eigenlijk, uh, in die Tour in Europa kwamen er toch al bekende fouten. zeggen: Ja, als ik naar Amerika kan in één keer, dan ga ik dat dus gewoon doen. Ja. Ik ga niet eerst Europa doen en dan kom ik later wel terug. Ja, nou, en tot, tot die tijd blijft de situatie of zo, maar er wordt in ieder geval dus in ieder geval wat geprobeerd her en der. Hard aangewerkt, zeker. Hard aangewerkt. Nou, en dat doen jullie dus ook bij de Dutch Startup Association. Dank voor je tijd, voorzitter Lucien Bodem.